Bewegende herinneringen aan Leeuwarder schooltijd. Ik werkte nog maar een maand bij het Fries Filmarchief toen er een collectie videobanden van de Sint Paulusschool uit de Leeuwarderwijk Huizen binnenkwam. Het verzoek was om het materiaal te bekijken, te beschrijven, te digitaliseren en uiteindelijk te verwerken tot 4 korte films die tijdens de reunie bij het 50-jarig jubileum van de school in april van dat jaar zouden worden vertoond. Het toeval wilde dat ik van 1990 tot 1998 zelf leerling op deze school was. Van mijn jeugd heb ik bergen foto's, maar bijna geen filmbeelden. Omdat deze video's werden gemaakt van halverwege jaren 80 tot eind jaren 90, was de kans groot dat ik mezelf tegen zou komen. Al snel was het raak. Ik zag niet alleen mezelf, maar ook mijn broertje, vriendjes en vriendinnetjes. Zelfs mijn ouders kwamen door het beeld wandelen. Voor dit deel van het project heb ik echt even de tijd genomen. De Sint Paulusschool is een katholieke Jenaplanschool. In het Jenaplanonderwijs is het groepsgebeuren van groot belang. Dit zie je terug in vieringen, schoolkampens, groepsexcursies en eindmusicals. Oud-schoolhoofd Hubert Winters vond het belangrijk dat dit werd gefilmd. Met de videocamera van school werden jarenlang bijzondere momenten vastgelegd. Zo ontstond een collectie die ook voor het filmarchief uniek is. Want wie denkt er nu aan om schoolfilmpjes bij een filmarchief in te leveren? Nadat ik al het materiaal had bekeken, werd samen met de reuniecommissie van de school besloten welke banden gedigitaliseerd moesten worden. Digitaliseren duurt lang. Als een band 3 uren duurt, duurt het digitaliseren ook 3 uren. Plus de tijd die je nodig hebt om het materiaal te verwerken, zoals knippen, plakken en plaatsen in de juiste digitale archiefmap. Daar ben je weken mee zoet. Maar vervelend werd het niet, want ik kon alle beelden nog eens rustig bekijken. De taak die mij het moeilijkst leek, moest nog komen. Hoe maak je van vele uren videomateriaal 4 korte films van samen 1 uur? Ik moest veel schrappen. Gaandeweg leerde ik kijken met een steeds kritischer blik. Wat willen bezoekers van een reunie zien? Hetzelfde als ik. Jezelf. Vriendjes, juffen, meesters, ouders. En dus heb ik vooral fragmenten gekozen waarop kinderen en ook volwassenen duidelijk te herkennen zijn. We besloten 4 themafilms samen te stellen. Over de musicals, de schoolkampen, de vieringen en een film met restmateriaal. Met hulp van Robert Kalverda, vaste medewerker van het Fries Filmarchief, leerde ik filmbeelden knippen, plakken en van ondertitels voorzien. De filmpjes hebben we online geplaatst op het Vimeo-kanaal van het Filmarchief, zodat ze op de digiborden in de klaslokalen konden worden bekeken. De reunie was een succes. Ik kreeg veel leuke reacties. De leukste was de enorme slagroomtaart die de Sint-Paulusschool bij de vrijwilligers liet bezorgen.